Dit is het Bastard logo. Een stukje klassiek voor jullie spelen op deze schitterende zaterdag. Ga je gang. Rapalje Zomervolk 2016 in het Stadspark Groningen. En die is afgetrapt door de Harmony Gang Trio. En naast mij staat Sjoerd, ook wel bekend van 3FM als Banja Sjoerd. Welkom Sjoerd. Dankjewel. Heb je het naar je zin? Ik heb het heerlijk naar mijn zin. Het is schitterend weer en een geweldige sfeer. Ja, en we kennen natuurlijk Harmony Clan, want jullie waren genomineerd bij de Bastard Fantasy Awards. Ja. Dus dat betekent dat jullie toch bij de top 5 beste bands worden van eigenlijk heel 2015 ja. Van het publiek. En natuurlijk de vakjury. Nu zijn we hier met de Harmony Clan Trio. Ja, klopt. Kun je mij dat uitleggen? Kan ik jou dat uitleggen? Dat kan ik uitleggen. Dat is eigenlijk zo gegaan dat de programmering voor het Zomervolk was in principe al rond. Alleen wij speelden samen met Rapalje een aantal maanden geleden in Selm. Ja. In Duitsland. En wat wij altijd doen voor een optreden is dat een beetje warm spelen. Vooral als je nog 3-4 uur de tijd hebt, dan wil je niet de hele tijd gaan zitten en drinken en wachten. Dan word je er maar moe van. Dus toen wat wij meestal doen is gewoon een beetje jammen, van dit soort muziek maken. Oh, dat is Django Reinhardt, als ik niet vergis. Precies. Swing. En dat hebben we een paar uur volgehouden. En dat voornamelijk Diep, die vond het erg leuk. Dus die zei van, nou, willen jullie bij ons komen spelen op het Zomervolk Festival op zaterdag? Heel leuk klinken, dus dankjewel. Zou dat wel. Voor mij kun je dat vaker gaan doen, of niet? Het zit niet in de planning, maar als andere mensen denken van god, dat wil ik ook hebben, dan kan dat natuurlijk. Nou, het is een special. Gelukkig hebben wij een paar opnames gemaakt ervan, dus het kan in ieder geval wel terugbekeken worden. Ja, en hoe gaat het met Harmony Clan, de band, verder? Zijn jullie bezig met een nieuw album? Of wat gaat er in het festivalseizoen allemaal voor spannend gebeuren? Nou, we zijn druk, zal ik je eerlijk vertellen. We spelen volgende week in Alkmaar, dus zijn we even een paar weken vrij. En in juli gaan we voor onze eerste tour door Noord-Amerika. Zo. Dus dat is heel leuk. Niet Zuid-Amerika. Nee, Noord-Amerika. Dat is wel met een beetje banjo-gebied, toch? Ja, dat is een mooie weer meestal. Ja. Nee, we zitten zelfs, zeg maar, op een gegeven moment met een van de festivals die we spelen, zitten tegen de grens van Canada aan. Zo, ja. Dus we zitten helemaal bovenin bij Michigan. Daar zitten we een anderhalve week, bijna twee weken. Heel gaaf, zeg. Dat is heel leuk. Kijken we heel erg naar uit. Daaromheen zitten we nog veel in Duitsland in juli. En dan zijn we het laatste weekend zijn we vrij. En dan augustus en september zitten we weer helemaal vol. En, zo. Dus elk weekend spelen. We gaan naar Polen dit jaar voor het eerst. Zo. We gaan regelmatig naar Duitsland. En in augustus komt ons nieuwe album uit dat we vorig jaar hebben opgenomen. Zo, spannend. En waar gaan jullie dat releasen? In Duitsland, waar we het hebben opgenomen. Ja. Oh, ja, we hebben vorig jaar in Bremen hebben we dat opgenomen. Op het Festival Maritiem. Als een soort van celebration dat we vorig jaar 10 jaar bestonden. En dit jaar brengen we het daaruit. Wij van Bastard houden natuurlijk van hele nerderige dingen, zoals Star Wars, Star Trek en alles. Zou jij voor ons iets nerderigs van die muziek op de banjo kunnen spelen? Ja, ik heb een klein stukje Star Wars. Oké, dan ga ik even aan de kant en dan komt hier Banjo Shoot. Geweldig man, moet je nagaan hé. Alles klinkt goed op een banjo eigenlijk. Daar ben ik het helemaal mee eens. MUZIEK